De enige plek waar je haar kan plaatsen is waarschijnlijk vishandel de Volendam, maar in Nibbikswoud. Want deze meid kan er echt helemaal geen kloten van. Hebben die vragen tegen die vragen aan Monica Geuze? Dat is toch niet normaal, joh? Ja, je kan wel wat hoor. Ja, onder het bureau. Ja, maar voor de rest heb je er niks aan. Ik kan geen vraag stellen, dat mormel, joh. Of mocht je erop? Ik heb een positief, jongen. Nee. Voor mij mocht je erop. En dacht je, heb je daar een hele grote carrière beloofd. Maar deze meid die kan er. Oh. Nee, dat doe ik niet. Dat heb ik alleen met Dennis gedaan. Ja, hè? Ja, dat klopt. Poppetje op de bank. Lekker, man. Ik sluit het eens even diep. Waarom nodig je mij dan ook zelf niet meer in Bergen leuk te komen drinken? Ja, ik heb gewoon netjes een vrouw. Ja, dan wil je toch gewoon even een keer leuk. Oh ja, gaan we dat een keer doen. Maar dan drinken we wel uit grote flessen. Niet van die hele kleine flesjes die ik dan aan mijn neus moet houden. Nee. Dan laat ik straks alles lopen en dat wordt ook zo rommelig. Het komt allemaal wel goed, jongen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, wat fijn dat u er nog bent. U wel, want we gaan er weer een doldwaze middag van maken. Althans, dat dacht ik, tot jij kokhalsend hier de studio in kwam. Ja, ik ben ziek. Maar ziek in de zin van gisteren op terrasjes, hè, Pinksterborrel. Zeker. En dan nu ziek. Ja. Dus jouw feestje, en dan moet heel Nederland, die kijkt, dan maar onder lijden. Ja. Nee, maar ik denk dat ik een virale infectie heb. Virale infectie? Ja, dat denk ik, ja. Omdat je te veel hebt gesopen? Nee, want ik ben toch nooit zo als ik te veel heb gesopen? Ja, ik voel me ben gewoon beroerd. Ja. Ik denk dat ik iets onder mijn leden heb. Ja. Maar goed, kijk, weet je hoe het is? Ik kan natuurlijk ook het autootje resoekeerd maken en zeggen, joh, deze week wordt het niet. Ja. En dan kan ik wel beginnen over de kijkcijfers de laatste tijd. Maar aangezien Dennis zijn therapie echt goed oppakt en positief blijft, denk ik, ik ga gewoon, ziek of niet. Ja. We maken er wel wat van. Ja, heel positief van jou. Ja. Mag ik jou daarmee complimenteren? Dankjewel. Jan, vertel eens over jouw weekend. Ja, niks gedaan. Ja, geflikkerd is er nog een eten op. Nou ja, ik heb veel op terrasjes gezeten, geef ik eerlijk toe. Ja. Veel geborreld. En zondag was het Super Sunday. Zoals je misschien wel weet. Hè? Toen zou AZ van PSV winnen en Ajax van Twente. Ja. Ja. Dat ging dus niet. Nee. Dus chagrijnig. Ja. Ja. Even hier het hoogtepunt van Super Sunday. Hoppakee. Ja. Ja, Super Sunday, het boegbeeld van jouw club. Hebben jullie nog boegbeelden bij Ajax? We hebben geen boegbeelden meer. Jullie hebben geen boegbeelden meer. Hè? Nee, misschien ben jij wel het boegbeeld op de tribune achter het doel. Als je Steven Berghuis het boegbeeld maakt, dan gaat er wel iets mis. Ja, die sloeg iemand op zijn bek. Tenminste, dat probeerde die. Ja. En hij heeft ook alweer sorry gezegd. En hij heeft een gesprek gehad met Van der Sar. En die dacht toen ook, van ja, dan stop ik er ook wel mee. Ja. Nou ja, prima toch? Ja, ben je dan, als dat de conclusie is waarom Van der Sar weggaat, ben je dan blij met die vuistslag? Ja, dan heeft Berghuis het prima gedaan voor de club. Ja. Ja, maar het was toch... Het was ook een van zijn grootste daden dit seizoen, toch? Nou, deze ging er ook niet in. Net zoals de meeste schoten op goal. Want volgens mij miste die. Alleen het schijnt te zijn dat iemand daar iets racistisch had gezegd over zijn vriend Brobby. Ja. En dat accepteerde hij niet. Nou ja, nee. Dat kan. Ik vind het ook wel maar mogelijk. Dat is in de huidige tijdgeest, als jij iemand slaat en jij zegt op te komen voor racisme, dan is het nog haast mooi in deze tijdgeest. Ik weet het niet. Ik denk dat ze een beetje gefrustreerd zijn over het seizoen. En dat begrijp ik ook wel. Wat godverjezus, wat een slecht seizoen was dat. Ja. En jij was natuurlijk naar de promotie van jouw clubje Willem II. Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een feestelijke dag. Althans, we hadden ook een lastig seizoen gehad. Vierde plek, maar dat met de hoogste begroting van de Keukenkampioen Divisie. Maar dan kon het nog, hè? Ja, tuurlijk. Denderend, heb je gekeken? Nee. Nee? Nee, tegen de tijd dat ik de Eredivisie ga zitten kijken of daar, wie daar promoveert, dan moet je mij maar even bellen, dan gaat het niet goed met me. Ja, precies, want het kon nog. En VVV kwam op bezoek. 2-0 voor, dat moest met een doelpunt meer. En dat ging vlak voor tijd weg. Toen de verlenging, iedereen maakt zich klaar voor de penalties. Ja, en toen... De voorzitter is niet gek. De kop kan staan, het doelpunt daar! Geen strafschoppen, maar VVV dat door is. Yassar doet het. Zat je daar? Ja, en dat is echt heel treurig. Maar ik ga echt naar alle thuiswedstrijden. Dat is 2 uur rijden. En dan word je niet verwend. Ik weet niet waarom ik dat ooit leuk ben gaan vinden. Maar ik ga er dan naartoe. En ik heb hier echt heel veel last van gehad. Ja, nou ja. Maar wie wordt er nou voor zijn plezier fan van Willem II? Kijk, als je nou gewoon in dat scheiterige Tilburg woont, dan snap ik het allemaal nog wel. Ja, maar vanuit Enschede is dat verschrikkelijk, ja.
Ja. En de mensen die mij in het gezicht stoken, dat zijn boze Twente supporters, dat ik fan ben van die andere club. Ja. Terwijl bij Twente is veel leuker eigenlijk om supporter van te zijn. Ja. Er is veel meer succes. En veel meer dichtbij. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld ook gewoon met twee vingers in de neus van Ajax winnen. Ja. Maar goed, er was wel groot nieuws, want bij een ander groot evenement werden wij in het zonnetje gezet. Ja, dat vond ik mooi. Ja, wij hebben niet veel vrienden van de show, maar als we vrienden van de show hebben, is dat natuurlijk rapper... Boef. Ja, ja, absoluut. We kunnen veel over rapper Boef zeggen, ja. Maar ja... We houden gewoon van hem. Ja. En hij houdt ook van ons. Ja. En zodoende kwamen we daar bij zijn concert ook langs. Ja, ja, muzikaal bonden. Ja. Sterker nog, omdat het een vriend is, had jij zelfs familie afgevaardigd. Nou, dat is wel even anders gegaan. Maar mijn zoontje zei, mogen we naar een concert? Want hun vriendje ging naar een concert. Ik zei, dat is goed. En toen ik dus de kaartjes ging kopen, bleek het dus voor Boef te zijn. Is dat dan duur? €41 per stuk. Oké. Okay. Voor een kindermatinee. Ja. Want dat vind ik wel grappig. Die staat dus heel... Yo man, ik ben echt helemaal... Je weet, gangster, toch? Je weet... Die staat dus voor al... Is dit een hoe je Boef nou doet? Ja. Ja, oké. Okay, ja, goede imitatie. Dank je. En dus, daar sta je dus... Dat is helemaal de gangster rapper voor kinderen van 12, 13 zijn. Ja. Is toch ook wel een beetje treurig, niet? Maar goed, mijn zoons die waren daar. En die zagen opeens heel groot papa op het beeld. Ja. En hun vriendjes riepen keihard wijzend naar mijn tronie. Kijk jongens, jullie vader. Alleen die boys zaten tussen 40.000 Marokkanen. Ja. Dus, die waren ook fan van hun vader. Nou, dat niet. Dus die zeiden alleen maar, hou alsjeblieft je kop. Ik ken die man niet. Ik snap deze jongen, ik snap dat gewoon niet. Wat vinden de andere collega's daarover? Nou, ik ga jullie heel eerlijk zeggen. Wij hier in Hilversum, wij zijn allemaal fan van Boef. Dan ga ik voor je liegen. Pissie jaloers. Ja. Maar waar haalt hij het talent vandaan? Dat is echt niet normaal. Kijk, hij laat zeg maar iedereen zien die ooit slecht over hem praat. Oké. Die laat hij dan zien. John van Heuvel, wij, Shownieuws. Ja. Om dan zelf uiteindelijk groot, heel groot. Onder het genot van de Marokkaanse halala op te komen. Ja, ik vind het verschrikkelijke muziek. Maar dus als ik het goed begrijp, waren wij onderdeel van de negativiteitscampagne ten aanzien van Boef. Ja. En heeft hij ons eigenlijk nu voor gek gezet. Ja. Ja. Vraag is alleen, ja. Mag hij zomaar onze beelden gebruiken? Ho. Ja, ik wil niet vervelend doen. Ja. Maar naast dat wij natuurlijk weer gevaar lopen... omdat wij dus nu officieel vijand van Boef en zijn kornuiten zijn gemaakt. Is dit een soort van kleine fatwa die uitgesproken is? Nou, ik weet niet wat, maar we zitten in het rijtje Geert Wilders... en ik geloof dat ze daar ook niet heel al tevreden over zijn. Ja, die werd ook gebruikt in het filmpje, ja. Dus laten we maar een rekening sturen. Ja, naar rapper Boef. Ja, ja, het is altijd wel zo, als je iets zegt over die mensen... dat er uit een bepaalde hoek berichten of bezoek komt. Ja. En het is ook niet dat we dat echt uit de weg houden. Maar dat was heel vaak niet de aanleiding. De enige aanleiding die er ooit was. En die beelden liet hij ook zien nadat ik in mijn gezicht was gestoken en hier aan het huilen was. Toen heeft hij dat laten zien en toen zei hij... ik vind het verschrikkelijk dat zoiets gebeurt, dat keur ik niet goed. Maar ja, je verdient het wel. Ja. Dat is wat hij toen zei. Ja. En nou ja, dat inspreekt het ander tegen. Maar dus hij is niet boos over dat wij iets over hem hebben gezegd. Ja. Hij vindt het gewoon leuk dat jij in je gezicht bent gestoken. Ja, en die beelden laat hij dan nu terugzien met een eigen tekst. En ik vind dat op zich, ja, nou ja, goed, weet je, prima. Dat vind ik dan wel grappig. Ja, we sturen wel een rekening. Ja, 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 doe jij dat maar. Jij ja, maar een... kijk, want nu denken al die Marokkanen die daar in het zaaltje staan, die denken, godverdomme, dit tuig moeten we aanpakken. Ja. Ja, nou, dan wil ik liever nog wel even een factuurtje sturen voordat ik straks weer in een of andere kofferbak het kanaal inga. Ja. Maar goed, we wilden best onze mening geven over Boef. Althans, ik wil dat wel. Kijk, hij is nou een groot rapper. Maar vroeger was dat gewoon iemand die filmpjes maakte op straat, de politie lastig viel en bezig was met criminele activiteiten. Dat was gewoon Boef. Daarom heette hij ook Boef, want het was een boef. Oh. En het was gewoon een lastige crimineel. En toen op een gegeven moment toen maakte hij nou die vlogs en daar keken dan kinderen naar. Daar werd hij over aangepakt, want ik neuk je kankerzus en dat soort dingen, zei hij dan tegen politieagenten. Oh. En toen maakte hij een liedje en dat werd een hit. Ja. En toen had hij nog een hit.
gekregen. En toen was hij ineens rapper. En toen werd hij ondernemer. Maar in de kern is het... Ja, ik vind het een klein zielig mannetje. Het is niet iemand die vanuit muziek maakt en daardoor groot werd. Het is iemand die bekend werd door middel van criminele activiteiten. Oh. En dan nu rapper is. Wat moet ik hier nou over zeggen? Ik vind het een achterlijk stuk vreten, die gozer. Ik vond het alleen heel raar dat mijn kinderen naar die waardeloze rapper gingen. Dat vond ik gewoon gek. Maar goed, voor de rest, joh, ik vind hem ook helemaal geen grote zanger of zo. En daarbij, die staat gewoon voor kinderen van 12, 13, staat hij de draaideurcrimineel uit te hangen. Is toch triest? Maar voor de rest, ik vind hem niet groot. Ik vind hem niet zo groot. Nee, en hij heeft een beetje de normen en waarden, wie hij ook wel eens gewoon deelt, alsof hij onderdeel is van de Taliban. Hij zoekt het maar uit. Ik vind het een totaal oninteressante roze. Dan gaan we eigenlijk naar... Ja, we hadden de uitzending vorige week net gedraaid. We hadden de montage net klaar. Ja. En toen kwam het overal groot nieuws. Pushmelding, overal Brit in het nieuws. Peter Gillis heeft een nieuwe liefde. Ongelooflijk. Ja. Ik zal even vertellen, weet je dat hij gewoon naar alle contacten in zijn WhatsApp... een persberichtje met een fotootje. Ja. Maar ben je dan een megalomane idioot niet? Ja. Dat je naar al je contacten een persberichtje stuurt. Wendy van Hout. En je zag het en wat dacht je? Ik denk, dan heeft hij toch de ene stoephoer ingewisseld voor de volgende. Dat dacht ik. En ik dacht, godverdomme, de oude wijf zit helemaal onder de tatoeages. Dacht ik ook. Ja, die is met qua borst, hier zo boven de borst zit ze vol in het in. En hele nek zat ook al onder de tatoeage. Ja. Zou je toch bij mij moeten doen, zeg? Dan ben je volgens mij 3 jaar bezig. Ja, dat kun je wel stellen. Maar ja, bij Haagje dat er iets wordt. Vind je het een mooie vrouw? Nee. Niet? Nou, weet je, kijk, laten we eerlijk zijn. Als je Nicoleke, het worstenbroodsnolleke ziet en deze Wendy... Ja, en dan loopt dan die gakbal met pootjes naast. Dan denk je, nou, die Peter, die heeft het toch het goed gedaan. Maar ik denk dat die meiden nou niet echt een natte kledder krijgen van Peter zijn hoofd. Of van de bobbel aan de voorkant van zijn broek. Maar meer aan de bobbel van de achterkant van zijn broek. Maar Peter is wel veel afgevallen. Ja, het zal maar wel. Ik denk dat die meiden het erg fijn vinden dat Petertje rijk is. Want als Peter met die dikke harses in een frietkotje had gestaan in Brabant... berenhapjes te maken, dan vielen ze niet op hem. Nee, dan was ze niet gekomen. Nee, natuurlijk niet. Wat vind je nou het meest aantrekkelijk aan Peter? Ja. Het meest aantrekkelijke? Ja, gewoon alles. Die hele energie, alles wat hij met zich meebrengt is mooi. En zijn ogen. Ja? Ja. Dat zeg ik altijd, jouw ogen. Ja. Ik zie wel. Die man's ogen kun je niet eens zien. Die kun je niet eens zien. Die heeft zulke ogen zonder het vet van boven en onder de voorzitter. Maar ze zegt dus die Ariadne, die zegt dus... Wat vind je aantrekkelijk aan Peter? Nou, moet je kijken. Er zit een soort Sugarly Hooper zit daar. Ja. En dan zegt zij... Alles. Dan pakt ze terug op die energie. Dus namelijk, kan je over hoop stront zeggen. Ja, dampen de bak paardenkakken en zeggen, ja, mooie energie. En dan zegt ze, ogen. Nou, dan weet je het echt niet meer. Nee. En helemaal omdat je die varkensoogjes niet ziet van die gozer. Ja, letterlijk. En hoe lang zijn deze mensen met elkaar? Toch net? Ja, echt net. Maar ze hebben al een fotoshoot en alles achter de rug. Maar ja, dat kwam natuurlijk goed uit, want het was net een dag voordat het nieuwe seizoen Massa's Casa van Peter begon. Kijk, en omdat we wat laat waren, omdat we net naar de uitzending binnenkregen dat ze wat hebben, hadden we natuurlijk ook een week de tijd om uit te zoeken wie deze vrouw is. Ja, en dat is mooi. En blijkt dat er ook veel gedupeerden zijn van deze vrouw. En dan hebben we net een gedupeerde aan de telefoon gehad en allemaal informatie. Dus Jan, kom maar door, we hebben direct een... We hebben gelijk een enorme scoop! Scoop! Ja, want ik ben net... Deze vrouw is natuurlijk een ondernemer. Dat trok Peter enorm aan. Ja, want deze vrouw kon voor zichzelf haar eigen dopjes doppen. Of het dopje boontjes doppen. Boontjes doppen. En, dopjes doppen. Ja, en dat doet ze slecht. Want deze vrouw gaat om de haverklap failliet. Ja. Laten we daarmee beginnen. Deze vrouw die heeft al 3 kledingzaken gehad. Ja. Die alle 3... failliet gingen. Ja. Daarna werd ze tatoeëren. Ja. Heeft ze vooral geoefend? Ja. Ik denk dat ze vooral zichzelf heeft getatoeëerd. Ook failliet. Ook failliet. En deze vrouw die heeft 365fashion.nl. Ja. Dat is op dit moment haar kledingwebshop. Nou, toen werd ik dus gebeld door een vrouw die zei: nou, deze vrouw is verschrikkelijk en ik heb er een bodemprocedure tegengelopen. Een bodemprocedure, daar kennen wij daarvan. Ja. Oh ja. Die horen we volgende week van John de Mol, de bodemprocedure tegen ons. Dinsdag, volgende week dinsdag, horen wij of wij al dan niet wel of niet moeten betalen. Of dat er getuigen gehoord kunnen. Ja, interessant. Maar ging het nu niet om. Deze vrouw heeft om te beginnen 5 kinderen.
Ja. Die zijn alle vijf uit huis geplaatst omdat deze vrouw die kinderen heeft mishandeld. Maar dat is dus ook wel grappig, hè? Even kijk, die Peter Gilders die stelt haar voor. Dit is mijn nieuwe liefde. Toevallig een nieuw onderwerp net voor het nieuwe seizoen van Marsha's Casa. Oftewel, daar is natuurlijk over nagedacht. Maar nadat je natuurlijk Nicoleke het worstenbroodsnolleke, die er overal vreemd ging, dan zou je toch verwachten van die gehaktbal dat hij even onderzoek doet. En dan zegt hij, ja, deze vrouw is echt een ondernemer. Nou, die laat alles naar de kloten gaan. Ja. En dan zegt zij, ja, ik ben een moedertje van 5 kinderen. Die zijn uit huis gehaald omdat je een waardeloze moeder bent. Dan moet die Peter toch ook denken van, jezus, wat heb ik nou weer aan mijn haar geslagen? Haakje. Of niet? Ja. Nou, de kinderen uit huis gehaald, zaken failliet. Het is gewoon een verschrikkelijk wijf, Peter. Ik zou je vertellen, ik denk dat je dan beter met Nicoleke over straat kan lopen. Het is een soort Bonnie en Clyde systeem. Want het zijn dus allebei gewoon een soort van criminelen. En dan gaan we gelijk eventjes naar het nieuwe seizoen van Marsha's Casa. John de Mol van Talpa, die faciliteert dus nu niet één, maar 2 criminelen op de televisie. Want wat is dat toch een hartstikke leuk programma, Marsha's Casa, van John de Mol. Hè? Johnny, ik dacht dat je zo'n moreel kompas had, was het niet? Nou, ze is toch? Ja, als het om ons gaat wel, ja. Jongen. En 2 criminelen, die mogen een toneelstukje spelen. Want wat stond er letterlijk in zijn brief? Dat wij iedere keer misdaden plegen. Wij verdienen geld door misdaden te plegen. Ja, dat staat precies. Dus in de brief van John de Mol. En mensen die dat echt doen, krijgen primetime op televisie. Zelfs zijn nieuwe liefde. En dan denkt u, is er nog meer nieuws betreffende deze man? Ja, er is nog meer nieuws, Jan. Ja. Er is nog meer nieuws. En dit is een nog veel grotere scoop dan wat we net allemaal hebben gehoord van een fantastische bron en uit de first hand. Deze scoop, ik neem even mijn tijd ervoor. Ja. Scoop. Oh yeah. Ja, want we spreken allemaal bronnen nu. Wendy van Hout er ineens bij is. Heel veel mensen kennen Wendy. En iedereen heeft een godsgruwelijk vreselijke hekel aan Wendy. Ja, maar dat is de scoop niet. Zelfs haar eigen kinderen overigens. Iedereen haat Wendy. Yes. Behalve Petertje. Ja, zelfs je eigen kinderen. Nou, als je als moeder, als je eigen kinderen je al haten, dan kom je dicht in de buurt van de moeder die ik ook ken. Maar goed, daarover binnenkort een groot interview. Ach, leuk. Ja. Wat interessant waar. Ja, dat kan ik dat niet zeggen. Maar er komt een groot interview met jou over je relatie met je moeder. Ja, klopt. Interessant. Ja. De grote scoop, het grote verhaal is dat dit het aller laatste seizoen is van Marsha's Casa. God vrede zij dank. Ja. Dit houdt op, deze onzin. Want dit is allemaal verzonnen. Het is allemaal gescript. Er is helemaal niks spontaans. En daarbij, die man is een crimineel. En SBS, John de Mol, die faciliteert het. Laatste seizoen. Maar dat is niet de enige scoop. En we hebben nog een scoop. En dat was? Je weet het niet. Nee. Scoop! Dit is een verrassingsscoop. Ja. Peter Gillis krijgt niet betaald van John de Mol, oh ja, om op te treden in die kleren real life soap. Dat is al raar, want heel veel mensen worden betaald. Maar waarom wil Peter dat? Omdat het heel goed is voor zijn PR. En hij kan zijn centjes verdienen. En dan kan die klotenparken dat laten zien. Daarom heeft hij nu ook opeens een nieuwe vriendin. Want er moet wel wat gebeuren. En hij moet dus optreden gratis voor John de Mol. Dit seizoen echter heeft hij zelf geld bij moeten leggen. Want de totale productie die voorheen betaald werd door Talpa moet nu door die dikzak zelf gefinancierd worden. Ja, kijk, Peter verdient natuurlijk het geld omdat die man 6 parken heeft om en erbij die hij wil vullen met mensen. Nou goed, kijk, dit is dan het uithangbord. Het voordeel ervan is wel dat hij betaalt, is dat hij ook bepaalt wat er niet uitgezonden wordt. Dus als er iets is waar hij het er niet mee eens is, wordt dat dan ook niet uitgezonden, waardoor het echt een PR is voor meneer Gillis. Maar goed, de kijkcijfers liepen al wat terug. En toen heeft Talpa gezegd, als je nog seizoen wil met jou, toen zei Peter, tuurlijk, ga ik doen. Ja. Maar het is nu het allerlaatste seizoen. Sterker nog, Talpa is nu mensen aan het scouten die een nieuwe real-life soap willen. Ik vind trouwens de mensen die hier naar kijken naar Marsha en Casa, die zou je toch eigenlijk ook gewoon in de Waddenzee moeten leggen? Ja, het is wel bijzonder dat hier nog altijd heel veel mensen naar kijken. Ja. Het is allemaal nep. Ik mis nog één quote. Je mist nog één quote? Ik mis nog één quoteje. Moet ik nog één quoteje geven? Nee, je mist nog één quoteje. Loop niet goed af! Ja, die hadden we gemist. Ja. Eigenlijk weer. Ik ben toch scherp, ondanks de ziekte. Nou, ik moest je wel even eentje doen, hè?
Ja, jongen. Ja. Ja, ja. Maar ja, eigenlijk weer actueler dan ooit. Ja, hè? Ja, ja. Nou, dit loopt inderdaad niet goed af. We kunnen de trui weer van stallen halen. Ja, u kunt nu op Roodpapershop de loopt niet goed af trui bestellen. Want ja, dit loopt dus echt serieus niet goed af. Dan hebben we nog één heel groot onderwerp onder de showbiz. Kijk, want jouw kinderen zijn kennelijk fan van Boef. Nee, dat zijn ze dus niet. Dat zijn ze dus niet. Jawel, ze gaan daarheen. Ja, ze gingen daarheen en ze vroegen zich eigenlijk af wat ze daar deden. Jan, jouw zoontjes gaan naar Boef. Jouw dochters deelt liedjes van Lil Kleine. Ja, en dan zeg jij, ze zijn geen fan. Nou, het is wel problematisch. Ja, het is wel heel problematisch. Ik probeer je te ontkennen omdat ik me kapot schaam. Je schaapje voor je kinderen. Oh ja, wat een kutmuziek is dat zeg. En dat is de tweede tegenslag nadat ook al een kind van hem weg is gestuurd bij Ajax. Ja, ja. Ja, dat is niet lekker. Iets anders wie jouw kinderen dan waarschijnlijk ook adoreren zijn. Monica Geuze. En Rijk Hofman? Nee. Nee? Nee. Dat weet je zeker? Ik denk dat mijn zoons niet eens weten wie dat zijn. Oh ja, nou ja. Totdat je uiteindelijk ziet dat er zo'n foto met Monica een keer was geplaatst. Nou, kijk, Monica Geuze is misschien een beetje een vervelende meisje, dat weet ik niet. Ze heeft in ieder geval vreselijke slechte smaak als het gaat om mannen. Want nu is ze met die vervelende Rijk. Daarvoor was ze met die ene lelijke vent, weet je wel. Ja, ja, ja. Daarvoor met die voetballer. Lars Veldwijk. Allemaal leuk. Ze heeft een slechte smaak voor mannen. Maar ik vind Monica Geuze een knappe meid. Ja. Ik zou het wel kunnen. Ja? Zij mag zonder enkele problemen even op het neusje komen zitten. Misschien kun jij een oproep doen, Monica. Monica, stuur mij een DM'tje. Monica Geuze die vertelt in een exclusief interview met Boulevard. En let goed op de geïnterviewde. Want, of de interviewer. Ja? Dat meisje is de nieuwe ster in de stal van... John de Mol. Maurits Groen. Ja. Die kwam ik gisteren tegen. Nee! Ja. Dat kan niet. Echt? Waar dan? Toen ik op het terras zat, kwam hij langslopen. In Bergen. Kwam hij me een hand geven. Vragen hoe het met me ging. En hij vroeg zich ook af of het wel goed met jou gaat. Oh. Echt. Maurits Kroon, je hebt hem ontmoet. Maurits Kroon. Oké. Okay. Hij gaf me een vriendelijke hand. Ondanks dat je hem de poppenkoning hebt genoemd. Ja. Ja. Vergeven, denk ik. En vergeten. Zou me trouwens niks verbazen dat Maurits Kroon... Nee, is geen hobbel. Lekker met jou samen poppetjes te snuiven op de bank. Vond je dat hij eruit zag als een homo? Ik zeg niet dat hij eruit ziet als een homo. Het zou me niks verbazen. Dat is alles. Goed, maar Mauri is een nieuwe ster. Die had de eer om Monica voor het eerst aan de tand te voelen over Rijk. Interessant. Komt-ie. Gesproken? Want dat lukt niet zo vaak. Ja, valt wel mee. Last of the Rose. Dat was, hoe lang is dat geleden? Wat? Lang. Het is mei, lieve schat. Ja, de tijd gaat heel snel. De tijd gaat snel. Ja. Je bent helemaal single. Ja. Merk je dat als je single bent, dat de tijd dan heel snel gaat? Nou, niet per se. Dan lijkt het juist langzamer te gaan. Dat je denkt van, jeetje, hoe lang duurt het nog? Maar ja. Even een beginpunt. Al haar vragen die ze stelt zijn gesloten. Je bent single. Ja. Merk je dat singles zijn blablabla? Ja. 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 Maar ik vind het... Is zij ook echt een interviewer? Ja. Ik heb het gevoel dat ze... Ja, iemand die er aanwezig was op die receptie... een microfoon in de poot heeft gegeven en zegt... Doe maar wat. Ja, je vindt het niet wat? Nou, ik vind het... Dan komt er licht amateuristisch over, is mijn vraag. Wat is de nieuwe ster van Maurice? En we proberen haar in het zonnetje te zetten. Maar heeft Maurice überhaupt nog wel sterren als dit het hoogtepunt is? Je hebt Rudolf van Veen. Die trekt het geld binnen. Echt? Ja, Rudolf is de moneymaker. Ja. En de rest die... Ja, goed. Dat is de kok. Ja. Ja, met COCK. Want dat is een oude pikkenpijp, jongen. Hou toch alsjeblieft op, dat is toch een poot van ieder Tokio. Ja, nee, maar dat kan toch niet missen. Rudolf maakt vooral gebakjes, hè? Ja, nou, het is een gebakje. En hij heeft het liefst iets tussen zijn knetjes. En hou toch op. Denk je dat hij met Maurice ook wel eens in de poppen zit? Zou maar niks verbazen die met z'n tweeën aan de poppen zitten. Maar deze dame... Die kan er geen hout van. Ja, maar die heeft geen poppen gehad. Nee, die heeft zeker geen poppen gehad. Maar is single Monica ook, zeg maar, fun Monica? Zit je weer in die era dat je helemaal denkt... Ik ga weer... daten en is die wel goed bij haar hoofd? Ja, je weet het wel. Jij bent zelf ook gezien. Ja, dit was een bijzonder... Wil je nog heel even... Was dit een vraag? Kijk, zij weet... Wat zegt zij? Dat is belangrijk als ster, let op. Als interview, zeker bij Boulevard, word je niet vaak in beeld gebracht. De enige kans dat je naar een two-shot gaat, is als je vraag maar lang genoeg duurt. En dan komt hij. Maar is single Monica ook, zeg maar, fun Monica? Zit je weer in die era dat je helemaal denkt, ik ga er weer voor. Ik ga weer daten en zoenen. Zit je in de drugs of zo, de wijf? Nou, je weet het wel. Je hebt het zelf ook gezien op de Juice Channels. Ik zit in een bepaalde era en I love it. Ja.
Era. Ben je daar helemaal voor aan het gaan? Nou, niet bewust, maar het is gewoon I go with the flow. En als je dan ziet dat iedereen... Maar dit interview is toch prachtig? In welke era zit jij? Ja, ik zit in een era en dat is heerlijk. I go with the flow. Maar deze vrouwen, die zeggen toch helemaal niets tegen elkaar? Nee. En de interviewster die stelt een vraag van 2,5 minuut... waar ik niets van begrijp. En waar Geuze dan op zegt... ik zit in een bepaalde era. Waar ik ook niets van begrijp. Het heeft over jou en Rijk. Is dat kut? Of vind je dat je dan... Ja, kut? Dat is toch... Jullie steken het ook niet onder stoel of bank. Maar je... Zij doet net of ze een vriendin van Monica is. En dat is heel toevallig opeens een microfoon zo ertussen zit. Ja. Dus jij stelt op een televisieprogramma... Ja, met jou en Rijk, is dat niet kut? Dat is toch een rare vraag? Of niet? Ja, ja. Ik vind het raar. Rijk is fantastisch, dus waarom zou ik dat onder de stoelen op bank steken? Maar ja, ik ben ik, hij is hij en iedereen mag zijn wie hij wil. Maar dat is geen relatie. Ik ben ik. Hij is hij. En iedereen mag zijn wie hij wil. Ja. Wat wordt hier gezegd? Ja. Dit is go with the flow. Lekker een area. Ik ben ik. Hij is hij. Iedereen mag zijn wie hij wil. Geen relatie. Het is geen relatie. Oh. Dat was het. Ja, dat was het. Het is geen relatie, zegt zij. Dat is geen vraag. En dan herhaalt zij, het is geen relatie. Ja. Waarom zenden ze dit uit? Maar hebben ze een relatie? Wat zeg jij? Ja. Ja? Ja? Ja. Absoluut scoop hier bij Rollenpraat. 1000%. Ik weet in welke era ze zit. Ja. In de relatie era. Ja. Ja, dus een relation era. Go with the flow. Go with the is flow. Gewoon natuurlijk is ze met hem. Geen doen. Nou ja, Maurice die houdt altijd van opbouwende kritiek. Oké. Okay. Ja. Je hebt hem echt gezien. Ja. Dit is de voicemail van Maurice Kroon. En dat is jammer. Je hoort ook gewoon dat die man een nicht is. Ja, wat is dat nou dan? Ja, dit is de voicemail van Maurice Kroon. Wil je op mijn ballen sabbelen? Toets 1. Zal ik jou eventjes een lekker potje rimmen? Ja. Toets 2. Wil je met mij een poppetje snuiven op de bank? Toets 3. Ja, 3. Ja, dat vind je wel lekker, hè? Hey. Hey, grote vriend. Yes. Hey, hallo. Hoe is het? Hoe is het, jongen? Ja, goed, goed, goed. Wat heb ik gehoord? Ik kwam, wat heb je nog tegen gisteren? Ja, vertel. Je grote vriend. Ja, Jan Roos. Die heb jij gezien. Ja. Hoe heet die? En? Wat zei die? Hij zat op het terras en ik heb het over jou gehad natuurlijk. Ze gaat nog goed met Dennis. Ik zeg, hoor je weer zoveel van hem? Ja, ja, ze die, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is het gewoon, maar vandaag was hij een beetje zorg om je. Oh, nou ja, dat is aardig, want ik bel jou ook, want hij zit nu naast me. Ja. Jantje! Hey Maurice, ik vertelde net aan Dennis dat ik jou was tegengekomen en Dennis geloofde het niet. Maar dat heb je nu bevestigd en ik heb ook gezegd dat we ons zorgen om hem maken. Maar hij zit nu in een positiviteitstherapie en dat gaat steeds beter. Ja, je herkent hem niet meer terug. Maar hij is alles positief aan het doornemen. Maar nu ik dat er toch over heb. Dat rode meisje, is dat uit jouw stal bij RTL Boulevard? Ja, daar ben ik mee bezig. Ja, ja, ja zeker. Waar ben je mee bezig dan? Nou, ik wil haar plaatsen ergens. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, de enige plek waar je haar kan plaatsen is waarschijnlijk Vishandel de Volendam, maar in Nibbikswoud. Want deze meid kan er echt helemaal geen kloten van. Hebben die vragen tegen die vragen aan Monica Geuze? Dat is toch niet normaal, joh? Nou, ze kan wel wat, hoor. Ja, onder het bureau. Ja, maar voor de rest heb je er niks aan. Ik kan geen vraag stellen, dat mormel, joh. Of mocht je erop? Hey. Voor mij mocht je erop. En dacht je, heb je er daarna een hele grote carrière beloofd. Maar deze meid die kan er... Nee, nee, oh. Nee, dat doe ik niet. Heb ik alleen met Dennis gedaan. Ja, hè? Ja, dat klopt. Poppetje op de bank. Lekker, man. Wie, dat staat Dennis achter jou aan? Ja. Hij zegt net zelf, niet zo heel lang geleden, dat jij achter hem aan zat. Nee joh, ben je gek. We zijn al klaar. Ik wil net zeggen. Maar zijn jullie nooit intiem geweest?
Wie? Dennis en ik? Ja. Nee, man, schuit er eens uit. Wat denk jij nou? Nou, jullie snuiven ook poppetjes. Luister eens even, Fiek. Waarom nodig je mij dan ook zo uit niet meer in Bergen leuk te drinken? Ja, ja, ik heb gewoon netjes een vrouw. Ja, dan gaan we dat een keer doen. Maar dan drinken we wel uit grote flessen. En niet van die hele kleine flesjes die ik dan aan mijn neus moet houden. Nee. Dan laat ik straks alles lopen en dat wordt ook zo rommelig. Dat komt allemaal wel goed, jongen. Gezellig, Maurice. Heb je trouwens nog een ster nodig in je stal? Wat heb ik in mijn stal? Een ster. Heb je er eentje nodig, een ster? Zoek je iemand? Nou ja, ik wou mezelf aanbieden. Nou ja, laat maar. Maurice, bedankt voor alles en we binnenkort gaan we wat drinken. Doei. Maurice? Ja? Kan die rode meid hier een keer te gast zijn? Bij Rolofraat? Ja, ja. Nee. Hou dat toch eens op, jongens. Laat die meid dan met rust. Ja, nou... Dat gaat wel goed komen, dat we dit rust laten. Een WW komt eerder, denk ik. Nou ja. In ieder geval, bedankt voor alles. Maurice, bedankt. Bedankt voor het leuke gesprek, doei. Bedankt. Doei. Bedankt. Ja, het is leuk dat je even belt, Dennis. Ja. Ja. En Maurice. Ja, mag niet boos zijn, hè? Oh, komt het weer in de uitzending? Nee, nooit. Nee, daar hou ik niet van, jongens. Dat moet je niet doen. Dan ben je net ritueel. Dat kan niet, hè? Oh, nou. Zo saai zijn we ook weer niet. Ja, wij hebben ook geen kanker gehad. Nee, dat klopt. Best wel goed geweest voor ons imago. Ja, zeker. Hey, je bent niet boos, toch? Misschien wil jij... Nee, ik ga niet. Dennis, je weet dat ik wil niet in die uitzending. Hou op ermee. Komt goed. Misschien wil je... Als goed maken dat we nog iets leuks zeggen over jouw... Of die kok, hoe heet die ook weer? Die nicht? Nee. Geen rare dingen zeg. Ik ben altijd netjes en correct. Gaan we op de lijn. Doei. Nou, dat is ook weer een ex-vriend. Ja, het is wel. Het was bedankt voor het leuke gesprek. Ja. Ja, graag gedaan. Of wordt het uitgezonden? Ja, nee. Daar hou ik niet van. Nou ja, het is wat het is. Maar goed, dan gaan we naar Extinction Rebellion. Want het was weer zover. Er werd weer gedemonstreerd. Er werd weer op een snelweg gezeten. En dat was de A12 dit keer. Of liggen ze altijd op de A12? Dat is hun vaste snelweg, hè? Ja, waarom altijd op de A12? Ja, omdat die leidt naar de Tweede Kamer. Ah, daar had ik er helemaal niet over nagedacht. Joh. Nee, maar dat hoeft ook niet. Daar ben ik voor. Ja, precies. Jij bent voor nadenken. Hoe heb je ernaar gekeken? Ja, niet. Weet je, kijk, deze mensen die willen heel graag iets. En daarvoor gaan ze een snelweg blokkeren. Alleen het raar is, als jij een snelweg blokkeert, dan word je eraf gemapt en dan ga je de gevangenis in. Als je een paar idioten uit Amsterdam tegenhoudt die een kinderfeest willen verpesten. Als je dan een snelweg blokkeert, dan moet je zelfs DNA afstaan. Willen ze je voor ik weet niet hoe lang in een gevangenis flikkeren. Maar als jij op een snelweg gaat zitten omdat je je heel erg druk maakt om het klimaat, dan mag alles, liever gezegd. Die politie pakte die mensen op. Dan kwamen ze bij het politiebureau. Er stond een openbaar ministerietypje. Die zei, officier van justitie, ik begrijp jullie, goede zaak, ga maar weer weg. En dan gingen ze er weer heen, dan gingen ze er weer zitten, kon de politie ze weer oppakken. Ja. Als ik die agenten was geweest, had ik ook gezegd, ja, dan zul je misschien denken, is dat wat Jan zegt zelf bedacht of verzonnen? We hebben er zelfs beelden van dat dat is gezegd. Gearresteerd afgelopen zaterdag. Ja, ik zat in de allerlaatste bus die dus naar het politiebureau, wat het ADO Den Haag stadion was. Daar zat ik dus in en toen zei de hulpofficier van justitie, ik moet u aanhouden, maar daarvoor wil ik wel even zeggen, u doet het juiste. Ik weet waarom u hier staat. U staat hier voor onze toekomst. U staat hier voor mijn kinderen, u staat hier voor mijn kleinkinderen. Dus dank u wel wat u doet. Dus je ziet toch een steeds bredere context. Maar dit kan toch niet? In Nederland kan dit op het moment wel. Omdat wij... Ja, de rechtsstaat is gewoon afgeschaft. Als dus het Openbaar Ministerie vindt dat jij strijdt voor de goede zaak, dan is er niks aan de hand. Als het Openbaar Ministerie jou vindt strijden voor de verkeerde zaak, dan ben je de lul. Maar stel nou, wij gaan naar de snelweg richting Ter Apel met 1000 man liggen en wat BN'ers erbij. En dan zeggen we van, dus tegen de massa-immigratie in Nederland. Ja, nou dan kan je vertellen dat wij voor hele lange tijd in de gevangenis zitten. Ja, dan wel. Ja, want... Wat zegt de hulpofficier van justitie dan als wij afgevoerd worden naar het FC Groningen stadion? Nou ja, dan zeggen ze, pak maar aan dat tuig en sla ze nog een keer in elkaar. En daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan flikkeren we ze in de gevangenis. En dan
komt er een openbaar ministerie, komt dan om de hoek kijken. En die zegt, dit zijn extreemrechtse mensen. Die hebben dus de samenleving ontwricht. Die gaan een half jaar de kast in. Als ze het met je eens zijn, niet. En oh, die BN'ers ook, hè. Oh, die BN'ers, zo'n Carice van Houten die zich daar dan laat oppakken. Omdat ze tegen... Ze is heel erg... Heel erg... Hier gaat ze. You are not alone. You are not alone. Nou, ik zou je vertellen, als Carice weer in een hele grote Jumbo richting Hollywood vliegt, is ze ook nog meestal niet alone. Want er zitten er nog een paar honderd mensen in. De wijfrij vliegt de hele wereld rond. En die staat hier dan te demonstreren en wordt afgevoerd. Waldemar Torenstra of zo heet. Hoe heet die vent van Sophie Hildebrand? Ja, die staat daar dan ook. En die staat daar dan ook heel erg te deugen. Die vent komt net uit Amerika. Dan heeft hij 2 maanden op een oude motor door Amerika gereden voor een programma. Dan komt hij teruggevlogen en dan staat hij daar te deugen. Waldemar Torenstra? Ja. Dat is zo'n blonde met krulletjes. Dat is een hele grote vent. Ja, heb ik een blonde met krulletjes. Ja, die staat ook gewoon lekker te demonstreren voor het klimaat. Nadat hij net is teruggekomen uit Amerika, heeft hij 5 weken op een oude motor rondgereden. En dat is met al dit soort lui. Ze willen er allemaal bij horen. Want nu is het hip om hierbij te horen. Dus dan zijn ze opeens heel erg voor het klimaat. Maar stel nou, het wordt hip om tegen de massa-immigratie te demonstreren. Dat wordt nooit hip. Nee, alleen linkse dingen worden. Dus als we dat op touw zitten, staan we daar echt alleen met Edwin Wagen. Ik denk alleen al het idee opperen dat het ons gevangenisstraf op kan leggen. Ja, gelukkig nog verder. Want je hebt dan nu ook vrouwen die zeggen, ik neem geen kindje. Vanwege het klimaat. Ja. En ook daarvan zat er weer een bij je op in. Die het meest dit soort mensen aan tafel zit. Toevallig van de NPO. Ja. En daar gaan we dan. In zoverre dat je op dit moment geen kinderen op de wereld wilt zetten. Zou ik ook niet doen met zo'n paardenbek. Ja, zeker. Dat moet je even uitleggen. Ja, laat vooropstellen dat ik echt absoluut heel erg graag kinderen wil. Ik werk zelf met kinderen en ik vind pubers en jongeren echt een ontzettende leuke leeftijdscategorie. En als ik ze zie lopen, dan denk ik echt, oh, ik wil er zo graag eentje van mezelf. Die ik helemaal met al mijn linkse idealen kan beïnvloeden. Maar ik kan ook gewoon niet met een gerust hart een kind op deze wereld zetten. Wetende hoeveel woede en hoeveel verdriet ik heb over wat er nu gebeurt. En wat is dan hetgene waar je bang voor bent, dat jouw kind zal meemaken? Allerlei dingen. Ja, het gaat natuurlijk aan alle kanten mis. De wereld stort ergens een beetje in elkaar. Oh. En er is gewoon heel veel verkeerd... eigenlijk wat er aan het gaan is. Oh. En het moet gewoon radicaal anders eigenlijk. En dat gaat gewoon niet gebeuren in de toekomst. En dus zullen er heel veel mensen overlijden. Zullen er heel veel mensen van plek moeten veranderen om gewoon bestaanszekerheid te hebben. En ze vindt de kinderen hartstikke leuk. Ze wilde er zelf heel graag eentje hebben. Vooral pubers. Maar ze doet het niet, hè. Ze doet het niet, Dennis, voor het klimaat, hè. Want die kinderen die maken hier verschrikkelijke dingen mee. Ja. En mensen die hierheen komen worden niet... warm welkom geheten. Ja, er gaan ook veel mensen door. Ja, dan gaan we gigantisch. Je ziet toch ook wel dat de aarde op dit moment... Ja, gewoon... Ja, die stort in elkaar. Toen jij hier naartoe reed, hoeveel dode mensen zag je toen langs de weg liggen? Ja, ik heb ze niet kunnen tellen, maar echt... Veel. Ja. Laten we wel zijn. Ik denk dat we aan het klimaat op dit moment... misschien wel 18 miljard mensen gestorven zijn. Op dit moment... Wereldwijd of in Nederland. En dan hebben we alleen in Nederland. Ja. En dan hebben we nog niet over alle ijsberen die verdronken in de Waddenzee. Omdat er geen ijs meer ligt. Ik bedoel. Ja, het is. Het is een ramp. Ze vallen met bosjes op. Verschrikkelijk, ja. Heel veel mensen. En al die dode mensen, die worden niet eens met open armen hier verwelkomd. Ja. Dus daarom willen wij ook mensen oproepen, neem geen kinderen. Ja. Neem geen kinderen. Gewoon niet doen. Nee. Want dat is verschrikkelijk. Alleen de mensen die hier dan naartoe komen, die moeten wel kinderen krijgen. Want, dat is leuk. Want als wij dan tegen die mensen zeggen dat ze geen kinderen krijgen, dan zijn we racistisch. Maar goed, na al dat klimaatpraat gaan we natuurlijk naar een heel belangrijke mededeling. Hè? Want we kunnen allemaal wel heel pessimistisch zijn dat het allemaal heel slecht gaat. Maar jij hebt een mooie mededeling voor de mensen, toch? Zeker weten, het klimaat staat echt op instorten. Eigenlijk kan je wel stellen dat er geen klimaat meer is. Maar er is altijd weer weer. Ja, er is altijd weer weer. En dan gaan we naar het weer met Jan Roos. Yes! Ah.
Welkom weer bij het weer. Het weer met Jan laat zien dat de aankomende dagen er prachtig weer aankomt. De kans dat u moet insmeren met wat zonneband is vrij groot. Want kijk eens eventjes wat een prachtig zonnetje. De hele kustlijn helemaal lekker warm. Lekker strandweer. Maar edoch, eventueel misschien toch niet. Gaat het regenen? Is het koud? Hoef je ook niet te smeren met zonnebrandcreme. Dat maakt het een stuk makkelijker. En kunnen we gewoon lekker zuurkool eten in juni. Want kan ons drukken. Dit is prachtig weer. Of geen mooi weer. Ik weet het ook niet. Want je weet het weer nooit echt helemaal zeker. We hebben wel trouwens foto's ingestuurd gekregen van iets prachtigs. Kijk, dit is van Sandra Groot uit Alkmaar. Een klaproos. Zie je, die klaproos die staat er een beetje moeilijk bij. Dat heeft alles te maken met het klimaat. Vroeger klapte die klaprozen een stuk harder. Maar ja, het staat op instorten mensen. Dus ja, deze klaproos in Alkmaar die stond er een beetje lullig bij. Dit was het weer. Tot de volgende keer. En hoe gaat het met het klimaat? Bijzonder erbarmelijk slecht. Nee, het klimaat is verschrikkelijk. Ja, ik weet niet wat voor weer het morgen wordt, maar ik weet wel, over 60 jaar bestaat er geen klaproos, niks meer. Heel Alkmaar bestaat er niet eens meer. En een ramp gaat zich voltrekken. En heel veel doden. Applaus! Maar morgen, misschien wel lekker weer. En dan is het tijd voor een boodschap van ons naar jullie. Ja, waar we vorige week nog een zak en as waren, hebben we nu een hoopvolle boodschap. Gaan we het anders proberen. En dat doen we in het... Gaan we het anders proberen? Ja, we gaan alles proberen. En dat doen we in het... Maar dat moet je toch eerst met mij overleggen? Spanning en sensatie, dat doen we in het... Reclameblokje. Yes. En dat gaat natuurlijk over ons. Vorige week waren we in zak en as. Want ja, kijkcijfermatig zijn we ingevallen tot een debakel. Ik heb YouTube gemaild. Dat ziet u hierachter. Want ja, als ze dan de mail niet lezen, kijken ze misschien toch de uitzending. Wat ze denken, oh, nog minder kijkers. Ja. Als ik moet eerlijk zeggen, ze hebben ons nu wel zo uitgezet dat het bijna lastig wordt om dit nog te maken. Ja. Want kijk, dat we al gedemonetized waren en uit de trending en uit de, weet ik het, aanbevolen. Maar ze hebben nu een knopje omgezet. Ja, dat doen het eigenlijk voor de katsenkuts langzamerhand. Ja, dat wordt allemaal langzaam veel. Maar we hopen wel dat u kans zorgt dat wij hier blijven zitten. Hè? Want ons, dat we ervan konden leven, dat we het kunnen redden, dat bepaalde YouTube al niet. Nee. Dat bepaalde u altijd. Kijk, en natuurlijk omdat we minder mensen bereiken, wordt dat allemaal wat minder. Maar ja, we hopen dat u het in ieder geval zo kunt houden dat we ervan kunnen blijven leven. Dus stel nou, u zegt van, hey, jongens, ik heb gewoon nog lol aan dit programma. Ik vind dat leuk en ik kan 5 euro in de maand best missen. Dan zouden we dat fijn vinden als u dan naar roddelpraat.backme.org gaat. En dan kunnen wij hier blijven zitten. Ja, u maakt het mogelijk voor 5 euro per maand om dit prachtige programma te maken. En we willen toch ook eens terug doen, een geste. Dat is namelijk hetgeen wat we overhouden van deze uitzendingen, van deze fantastische show. Ja, dat kunnen we wegflikkeren, maar dat doen we niet. We rollen het op en gooien dat in je doosje op donderdag om 6 uur. Afgelopen 2 weken hebben we alle extra's gestuurd die we ooit hebben gemaakt. Nog een keer doen? Nog een keer doen? Kan mij eens kijken, joh. Doe het weer! Alle extra's in je doosje. En ook nog onze flop op Mallorca. En ook nog onze flop Jan en Dennis. We hebben wel veel flops. Ja, Jan en Dennis doen dingen. En hoppatee, kronsen schelen. En deze week de mail gesigneerd door Maurice Kroon. Geen enkel probleem. Fan van het eerste uur. Topper. Ja. Bedankt. Steun ons. Maak het mogelijk. Kijk, stop de cancel culture staat er op mijn trui. Dat kan je trouwens gewoon bestellen op Roddelpraat Shop. Loopt niet is namelijk af. Omdat wij gecanceld worden om dit programma nog langer succesvol te maken. En dat voelt niet leuk. Dat voelt niet lekker. En dat voelt ook een beetje oneerlijk. Want godverdikke, er is hartstikke veel troep staat op de YouTube. Iedereen mag gaan doen wat hij wil, behalve wij. Nou, lekker is dat. Ja, en steun dan kunt ons. U samen een vuist maken. Yes. En voor dat hele kleine bedrag pinnen mag, kunt u ons helpen. Zo is het. Mag sinds kort ook bij mijn vader op de markt. Echt? Ja, had altijd liever dat er niet... Ja, die wou toch al alles zwart, toch? Oké, okay, tot zover. Oh. En dan gaan we naar Mystery Football Box. NL. Ja. En dat vind ik echt een leuke adverteerder. Oh, leuke adverteerder. Ja. En die hebben ook de tekst zelfs meegestuurd die je moet zeggen. Nou, dat is helemaal leuk. Voetbalbox. Daar kun je natuurlijk boxen bestellen. En dan krijg je een shirt erin. En dat shirt, ja, dat weet je niet, is dan een verrassing. Ja, maar goed, leuk. Dat dus dat is dan waarschijnlijk ook wel waarom het een mystery box heet. Omdat je niet weet welk shirt je bestelt. Ja. Maar zijn het altijd voetbalshirts dan, Dennis? Ja, toch? Ja, weet ik veel. Ik vraag het toch?
Nou, daar komen we zo achter. Want we hebben er allebei één gekregen. En je hebt dus een verschil in de witte en in de gouden. De witte kost slechts €39,95. Geen geld. En dat is gewoon een normaal shirt. Maar wil je nou een shirt met handtekening erop van de speler in kwestie, is dat slechts €159,95. Dat is toch ook helemaal geen geld? Nee, dat is... Dat is heel, vind ik heel veel geld. Ja, dat vond ik ook wel. Maar misschien wilt u dat graag. Ja, dat kan toch? Ja. En dan krijg je het in een gouddoosje. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen dat je dan van de reservespeler van Willem II een handtekening erop krijgt. Hè? Nou ja, in jouw geval vind je dat, ben je dan blij met een reservespeler van Willem II. Nou, dit seizoen niet meer. Nou ja, oké. Hartstikke leuk. We beginnen bij de witte. We hebben allebei één gekregen. We weten oprecht niet wat erin zit. Nou, we doen een unboxing. Unboxing. Ja, dat is inderdaad hip. Nou, ik weet niet of dat mag van YouTube, dat wij unboxen, de hele wereld unboxen. Maar ja, wij zullen het wel weer niet mogen. ik maak het open. Ja. Wat zit dan in een mooi... Kijk, het is heel mooi ingepakt. Cellofaantje. Het is geen cellofaantje, het is gewoon papier. En dan is het shirt. Bedankt voor je aankoop. God mag weten van wie dit shirt is. Is dit in godsnaam? Je moet hem even eruit halen. Is dit een godsvredesnaam? Is dit van Glasgow Rangers? Ja, van Rangers. Oh, dat is leuk. En jij hebt het shirt van? Quartaro. Quarto. Ja. Ja, ik ken het niet. Nee, Italië denk ik. Nee, want dat is dat voetbalclub. Ik denk dat het Braziliaans, Braziliaans is. Hartstikke mooi shirt. Wat een mystery. Rangers. Van Quartaro. Ooit speelden daar grootheden zoals Bessie. Wat speelt hij nu? Wie? Bessie. Ja, die speelt ook niet meer bij Ajax. En dan gaan we door naar de gouden. Ik zit even op te zoeken van wie dit is. Ik weet het echt niet. Ja, dat staat er toch op? Ja, hoe doe je? Dat staat erop. Ja, de naam van het team staat toch op logo? Quartaro. Mooi! Een shirt van Quartaro. Jezus, weer een simpel dier soms, zeg. En dan... Ik ken Quartaro toch helemaal niet? Nee. Dan gaan we naar een gouden pakketje. En dat is natuurlijk de hele exclusieve. En hoe vaak gaan ze adverteren? Want ik denk dat dit dan gelijk de laatste keer is. Want tot nu toe gaat het niet echt lekker. Is dat één keertje? Maar misschien kun je nu heel veel goed maken. Oh ja. Oh, oh. Kijk eens, wat mooi. Dit is wel prachtig. Dit is een mystery voetbalshirt. En dat is... Godverdomme, wat is dat nou weer? Sevilla. Sevilla? Ja, Sevilla. Misschien ook leuk als je het aan de kijker laat zien. Sevilla! Met de handtekening van Dolberg. Die heeft bij Ajax gevoetbald. Daar ben ik blij mee. Ja. Dat vind ik gaaf. Ja? Ja, ja nee, Dolberg. Ja, die heeft bij Ajax gevoetbald. En kijk eens wat ik heb. Van Kasper. Oh! Hé, dat is Willem II. Ja. Hou eens op. Ja. Van wie? Van de Leeuw. Met een handtekening. Michael de Leeuw. Jezus. Ja, verschrikkelijk. Ik ga deze ook aan doen. Ja? Ja, dat vind ik mooi. Ja? Nee, ik vind het ook gaaf. Ik vind het ook... Ja, Michael de Leeuw, mooi. Ik ben er heel blij mee. Die zat het hele jaar op de bank. Ja, en Dolberg, die ben ik ook al een tijdje aan het overwonen. Ja. In ieder geval, wil je ook een mystery box met een voetbal shirt? Wat? Nee, maar hartstikke leuk. Dan ga je naar... nee, dat vind ik oprecht hartstikke leuk. Mysteryvoetbalbox.nl. En als ze willen blijven adverteren, lijkt me dat werelds. Ja. Dan krijgen we iedere week een shirtje. Ja, maar ik denk dat dit eens maar nooit meer is, want het ging niet heel makkelijk. Nou ja, maar dit is wel leuk. Wil je nou iemand een mooi cadeau doen, of weet ik veel wat, mysteryvoetbalbox.nl, gesigneerd en wel. Prachtig. En moet ik eerlijk zeggen, een collectors item dit. Dat is zo'n mooi seizoen dat Willem II heeft doorgemaakt. En dan gaan we natuurlijk naar het Stucadoor-collectief. Oh, het allerbeste collectief van Nederland, Stucadoor-collectief.nl. En die hebben geen acties doorgestuurd voorin. Dan verzinnen wij zelf wel de acties. Dus Jan mag de acties bedenken van de maand Unite. Wilt u een zwembad in de tuin, dan kan het vanaf €10.000. Oeh, dat is geen geld. Is dat goedkoop? Dat is geen flauw benul. Ja, maar vanaf... Ja, dat kan alle kanten op. Zou je je huis prachtig mooi gestuurd willen hebben, binnen of buiten? Ja, ik weet niet. Dan kan het ook vanaf... Vanaf €15 de vierkante meter. En... Dat is heel goedkoop. Ze zijn nu ook begonnen met warmtepompen. Ja, oh, ja, zeg dat dan. Ja, ja we hebben geen tekst gekregen. Nee. Dus zwembad vanaf €10.000. Het is een gokje. Ga naar Stucadoor Collectief. Punt.
NL, ook voor die warmtepompen. Warmtepompen, dat is heel goed voor het klimaat. Ja, en je kunt ze ook collectief inkopen. Maar wie gaat nou massaal warmtepompen bij u inkopen? Een hele straat kan dat toch doen? Ja, dat is ook waar. Of met je buren samen. Ja. Dan ga je warmtepompen kopen bij stukrocollectief.nl. Ja. Ja, deze gaan ook niet betalen, dat is ook slecht. Goed, wilt u nu ook adverteren? Mail dan even naar dennis@rollenpraat.nl. Een manier om ons in leven te houden. En anders kunt u donateur worden op rollenpraat. Als wij natuurlijk meer mensen willen aantrekken die willen adverteren, dan was dit nog niet het beste voorbeeld tot nu toe. Vast natuurlijk ook gehoogd, die wisten we niet waar we moesten prijzen. En die shirtjes, dat ging ook niet lekker. Nee, maar ik vind ze prachtig. Ja, prachtig! Op Mystery Box. .nl. Dank u wel! Nee. Oh. Ja, ik moet ook nog even wat doen. Oh ja, dan gaan we naar Johnny Boy. Ja. Even naar onze John. Onze vriend van Profile Fit Specialist. Ouderling. In Huissen. En Jan kent hem vanuit zaak. Ik heb een keer fietsen van gratis kapot. Ja, ik heb daar ook fietsen van kapot? Nee, topfietsen. Ja? Dat is toch geen reclame om te zeggen dat die fiets kapot is. Ik vertel gewoon even over John. Nee, ik heb met John geweldige avondjes uit. Maar jij gaat al met John het uit. Je gaat zelfs met intiem. Maakt niet uit. In ieder geval. Fiets. Hoe heet het nou? Jouw vader heeft een fiets van. Nou, die fiets die doet het wel. Ja, dat is een topfiets. Ja. En speciaal voor onze Roddelbladvrienden en donateurs, 25% korting op het gehele assortiment. De actie die loopt tot en met 6 juni 2023. Ga daarvoor naar Profiel Fietsspecialist Ouweling te Huissen. Ja. Wat een zaak. 20% korting voor iedereen. Nee, en wilt u John... 25%. Korting voor iedereen. 25% korting is niet voor veel. De rollenpadkijkers op het volledige assortiment. Volledig assortiment. Overal 25% korting. Fantastisch. Fietsspecialist. Ouweling. Johnny, ik ga donderdag fietsen. Zorg dat mijn fiets dan weer heel is en bij me is. Wat en is dan kapot dan aan die fiets? Weekend... Ja. Ja dus... Jullie gaan met z'n tweeën fietsen? Nee, ik... nee John fiets niet. En die wil ze zien. Maar ja, met zijn vrouw misschien. Want hij heeft net ook weer een kindje gekregen. Gefeliciteerd, John. En nee, ik ga fietsen met de ex van mijn zus. Ja, dat is een raar verhaal. Meneer van Santé? Nee. Wat? Nee, de ex van de GroenLinks-zus. Nou, je bent er net op tijd bij weggegaan. Dat leeft ook weer genoeg op. En dan wil ik fietsen, John. Dus dat ik even ben je helemaal top. En John, wil ze John ook ontmoeten dat weekend? Dan kunt u met hem kussen en roezemoezen in... Santé. Hartstikke leuk. 25% korting voor alle rollenbraafvrienden bij Profile, de fietsspecialist Ouweling, te Huissen. En dan kan je ook John ontmoeten voor een meet and greet. En hij heeft één keer misschien een niet goed functionerende fiets aan Dennis gegeven. Maar voor de rest is het alleen maar top daar. Ja, top. Top jobby. Dames en heren, jongens en meisjes, we sluiten hem af. God, we duren een blokje lang. Geweldige shirts. Geweldige collectief. En wat een fietsenzaak. We zien elkaar heel graag in de extra uitzending. Roddelpraat bij Muurtorg. U bent ons steun en toeverlaat. En Maurice, niet boos zijn. Nee. En ik ga naar bed. Goed zo. Ik ben doodziek. Dag!